Dag dames en heren, welkom bij Koppensnellen van dinsdag 18 oktober. BN De Stem heeft het bericht dat burgemeester Jacques Leys van Moerdijk dinsdagmorgen het startsein heeft gegeven voor de grote schoonmaak op het terrein van Chemiepak in Moerdijk. Het bedrijf werd in januari compleet door een brand verwoest. Het Brabants Dagblad meldt dat Hogeschool Avans in Noord-Brabant opnieuw de beste grote hbo-instelling van Nederland is. Ook de toeristische opleiding NHTV in Breda scoort goed. En in het Eindhovens Dagblad lezen we bestuursvoorzitter Joep Verburg van de GGZ Eindhoven en de Kempen spontaan 5% salaris inlevert. Hij wil zo de discussie over de bezuinigingen bij zijn instelling iets gemakkelijker maken. Een kerstboom stuk duurder, zo kopt de Telegraaf. Er is een schaarste aan kerstbomen en daarom worden ze 5 tot 10% duurder. En NOS.nl heeft geluisterd naar 3FM. In de Koen en Sander show werd de ergste naam gekozen om je voor te schamen. Die ergste naam was Lauwe Pruim. Andere namen die meestreden waren onder andere Mevrouw Plu in het Hol, Anne Wil Hokken en Benny Dood. De website bredavandaag.nl meldt dat volkszanger Jacques Herp komende vrijdag in popcentrum Mes in Breda zijn 40-jarig artiestenjubileum viert. Herp is onder andere bekend van de hit Manuela. Hij wil het lied zingen samen met 40 Manuela's. En tot nu toe hebben zich 22 Manuela's aangemeld. En om alvast in de stemming te komen, hier een stukje van het origineel uit 1971. Ik weet nog wat ze zei. Ik vertrouw op jou. Breng mij nu gauw naar huis. Manuela, Manuela, Manuela. En dit waren ze weer, onze koppen voor vandaag. Graag tot morgen!